Hearing without listening, people writing songs and voices.
dan wil je niet met de pietenbollen maken, zeg maar. Ik ben bang dat ik er direct aan thuis ben. Ik zei dat ik niet, we zijn mezelf met een auto. Moet je maar doen. Als je zo de hele tijd dingen slecht bent. We zijn hem gewoon vroeg, zeker, er manneke, dat die film al goed volgen. Allee, jongen! Wat ga je zien? Wat ga je eens kijken? Oh, pas op, jongen. Allee, jongen. Ik ga er zien, man. Pas op. Dat is nog de matjes, hè? Is wel last. Die peren zijn toe bij jou, die liggen op zijn moog. En je ziet daar, die spant zijn gat op wat hij mag houden. Kom eens kijken naar... Kom eens kijken naar dat is wel zweet. Dat plakt hier nog gewoon. Kom bij mij eens kijken. Geen druppel, hé. Hé, Rodney, heb jij nog iets te zeggen over de matjes? Hé, maar dat kun je echt niet klappen. Ja, ik kan niet klappen. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and really lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all.
'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade is u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus. Beste familie en vele vrienden van Matthias. Deze morgen zijn we weer samengekomen om afscheid te nemen vrij onverwacht van iemand die voor jullie kostbaar en dierbaar is en onmisbaar is in het leven. Dit alles maakt ons stil en brengt ons tot nadenken. Een mens wordt geboren ongevraagd. Een mens leeft een tijd en moet sterven, zonder dat hij zijn leven kan verlengen. Wat is dat leven toch, dat verloop tussen wieg en graf? Er zijn blije dingen die ons hart vervullen met dankbaarheid en waarop wij ten diepste weten dat het leven aangenaam is en mooi, de moeite waard. Altijd zal er vreugde zijn als we vriendschap ondervinden van medemensen. Er zijn ook droeve dagen die ons hart vervullen met ontgoocheling. Het zijn dagen waarop wij ons gekwetst voelen en elkaar soms niet verstaan. Soms zijn wij ziek en gaat het niet meer, zelfs voorheen. In blije en in droeve dagen peilt de mens naar het diepste van zijn bestaan. En om het leed te verzachten en troost te brengen bij het verlies en het afscheid van Matthias, zijn we hier samengekomen. We zijn er ook samen rond het licht van de paaskaars, het symbool van Christus verrijzenis. We willen dan ook dit licht bij Matthias aanbrengen. Matthias die ook voor zijn dierbaren en zijn vele vrienden steeds licht en warmte en liefde heeft willen betekenen, gaan we nu dit licht bij hem aanbrengen. Dat zullen Mona, Zek, Keanu en Alice doen in naam van de familie. Het is meer dan 30 jaar geleden dat ik Matthias gedoopt heb. Toen hebben we hem een kruis gegeven. Het kruis, het teken van elk christenmens. Wel, nu hebben we ook zijn naam aangebracht op een kruisje.
tijdens deze dienst willen dan ook dit kruisje bij Matthias aanbrengen. Als gelovig teken dat ook zijn leven getekend is geweest door het kruis van Christus liefde. En verschillende gevoelens in ons deze morgen die het samengebracht. In de vorm van getuigenissen en teksten gaan we deze nu ook uitdrukken. En daarom wil ik u voor eerst uitnodigen om te luisteren naar een tekst van Sophie. Matthias, mijn broer, de bijre maas, de maas, soms bloed van onder mijn nagels, mijn tweede helft, mijn held, de enige persoon die ik ooit heb gekend dat 36 keer een nieuwe bankkaart heeft moeten aanvragen en vanaf nu hopelijk mijn beschermengel. Wat moet ik vertellen over u zonder te kunnen stoppen tegen dat de mis gedaan is? Zeggen dat ik u graag zie, is al overbodig. Dus het liefst wil ik even vertellen over onze jeugd, toen ons leven nog simpel was. Over onze speciale manier van verstoppen spelen met de papa en Evelien. En hoe dat we dat met onze tweeën later verder zetten. Met de grootste angsten dat je mij zou vinden. Want dan ging je mij vastbinden in de stal. Of dat we gingen nepvechten, Mortal Kombat-style. En dat altijd uitliep totdat er iemand zeer had. Ik dus. We hebben onze laatste maanden dichter bij elkaar gevoeld in de laatste jaren. We hadden terug een connectie. Jij begreep mij en ik begreep u. Maar je stelt toch. Ons wederzijdse bezorgdheid vooral dan. Een paar maanden geleden nog hebben we tot een kot in de nacht om de beurt liedjes opgezet en gepraat. Echt gepraat. Over ons leven, ons familie. En we hebben samen gebleid, gelijk twee kleine kinderen. Hoe graag dat we ons ouders en onze familie zagen. En het gewoon niet altijd konden tonen, terwijl we dat alle twee zo graag wouden. We wisten dat we zo neig op elkaar trokken. Innerlijk en uiterlijk. En ons leven nooit niet gemakkelijk zou zijn. We gingen van roze geur geen maneschijn maken. Iedereen zegt altijd over u, grote beer, met een klein gouden hartje, en dat was ook zo. Maar je had de platen in schild, en er waren maar weinigen die daar door konden. Dat waren de mensen die u echt kenden en die u echt graag zagen, en dat jij ook echt graag zag. En de liefde dat jij bezat voor anderen, was onwezenlijk en onvoorwaardelijk. Je werd één grote brok emotie. Ik geloof het diepste van mijn hart. Als je zou zien hoe dat hier allemaal is voor u en hoeveel mensen u graag zien, dat uw schild zou gesmolten zijn. Merci iedereen. Merci om hier te zijn voor hem. Merci om hem graag te zien. Merci om op het afscheid te zijn van een van de bekendste en de beruchtste waarschijnlijk figuren van Beveren. We gaan u missen. Vooral nooit vergeten. Geef iedereen daarboven een dikke kus en knuffel van ons. Ik zit ondertussen al in de groep. Geniet van de mimeo, de verse pizza en de papjes met spiekloos. One life live it, mijn grote broer. En je hebt mij nooit meer kunnen vragen van Alice Sophie, ons slikke jongen, hoe heet dat nou weer? Wel, Matthias, lust nog één keer. Schrijf het op, want ik kan het nooit meer zeggen. Petit biscuit met Sunset Lover. Onthoud het. Ik zie nog jaren. Thank you.
laten we nu samen luisteren naar een tekst, gelezen door Sarni. Kozijn, we hebben gevloekt en vaak gevochten om niks. Maar we waren toch altijd met elkaar verbonden. We hebben gelachen met alle mooie herinneringen aan onze kindertijd. Verdorie, Matthias, we hebben echt gelachen. We hebben gebleid, stond achter ons, ook op dagen dat we dachten dat we er alleen voor stonden. En we hebben vooral gebruld, zoals alleen de mazen dat kunnen. De tijd die wij samen hebben doorgebracht, dat was onvergetelijk. De broederlijke liefde die er was, heeft ons meegemaakt tot wat we zijn en worden. En niets of niemand haalt broers uit elkaar. Toen niet, nu niet, nooit. We gaan hem missen. Thomas, Hannes en Thijs. Skinny love just last year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at the sink of blood and crushed veneer. Samen bidden om vergeving en ontferming.
Vaak lopen wij elkaar voorbij en merken niet steeds de uitgestoken hand, de vragende blik van de evenmens. We hebben geen tijd voor lijden en sluiten ons hart voor vragen die pijn doen. Heer, leer ons dicht bij elkaar te leven, zodat we de warmte ontdekken van het samen zijn. Heer, ontferm u over ons. Wij beoordelen zo vaak de evenmens vanuit zijn tekorten uit het verleden en hebben geen oog voor zijn mogelijkheden in de toekomst. Heer, leer ons het verleden bewaren als een ervaring, om het als een rijkdom in de toekomst te dragen. Christus, ontferm u over ons. We schuiven zo graag onszelf op het voorplan en minachten het doen en laten van anderen. Daardoor missen we een rijkdom aan gaven en beseffen niet hoeveel mooier ons leven had kunnen zijn. Heer, leer ons over onze eigen grenzen heen te kijken en tijdig ontdekken hoe mooi en rijk anderen zijn. Heer, ontferm u over ons. Dan mag ik u nu uitnodigen om te luisteren naar een tekst geschreven door de Guido. Ik herinner me Matthias, de Matthias zijn eerste Girojaren. Je moest nooit ver zoeken waar dat hij was. De sloot aan de Giro, dat was zijn vast speelplekje. Tot de knieken in de modder. En om 2 uur moest je maar 1 keer roepen om hem op de formatie te krijgen. Elke zondag was hij op post. En als we op huisbezoek gingen voor het kamp, dan was bij de Matthias thuis altijd de laatste post. Bij de Rudy en de Patrice bleven altijd nog een paar punten pakken. Het was het echt kaliber voor een typische Giroman. Niet vuil is niet gespeeld. Op tocht, op zoek naar de waterbunker, ladercompetitie, recht een deurtocht, gaan sluipen en in slaap vallen. Eigenlijk had de Matthias geen programma nodig. Hij was thuis op de Giro. Hij was daar met zijn maten. Op kamp starten we traditioneel met een avondwandeling. De leiding vertelde wat griezelverhalen, maar de Matthias die had van niks schrik. Die ging wel eens in de mais kijken waar dat de groene jager zat. Na de fusie had hij zijn naam snel gemaakt. Onderweg naar het kamp dommelde hij met een boterhammendoos al in het kanaal. Zijn boterhammen vond hij terug. De pompiers kwamen zijn vloer wel op vissen. Op ieder kamp ging hij op zoek naar een souvenir. Op kamp in de Ravels werd er een kieken geadopteerd dat naast zijn tent sliep. De dikke en de dunne, het eerste kletskopje en het zakdoekje. Het was altijd een avontuur. De Matthias was de kerel waar je het als leider voor deed. Voor zo'n gasten zaten we in de leiding. Als leider stond hij direct zijn manneke. Voor zo'n leider zet je je eerste stapjes in de Giro. Voor de kleintjes was hij de beste vriend. De echte knuffelbeer. One night to be confused, one night to speak.
ik u nu uitnodigen om te luisteren naar een tekst van Zek, gelezen door Thomas, Annes en Thijs. De waaier, ook met mijn handjes waaien, wie pak nog? Een nieuwe jaar, laat kijken of nog. Je kapot? Zek. Makker, beste vriend, klein kozijntje. Kwam het allemaal maar weer snor, dan zat ik dit nu niet te schrijven. Uw gezicht is spijtig genoeg niet zichtbaar op dat filmpje, maar de trots op uw petekind straalde ervan af. Ik herinner mij deze zomer op ons treffen, toen Jack heel de akker kwam overgelopen om in uw armen te springen. En een beetje later kwam hij mij vragen, heb je het gezien, Thomas, heb je het gezien? En toen stond ik er nog niet bij stil wat dat betekende voor u. Maar nu ben ik blij dat ik het gezien heb. En telkens als een Jack vraagt, is die sterker dan Peter en Matthias? Is die sterker dan Peter en Matthias? Altijd hetzelfde antwoord. Niemand is sterker dan Peter en Matthias, Jack. Niemand. En dan veel bewondering in zijn ogen. En die vraag die zal ook altijd blijven komen. En ik zal altijd hetzelfde antwoord blijven geven. Hij gaat u zo hard missen. Maar ik beloof u, makker, hij zal weten hoe groot uw hart is en wat voor een prachtkerel dat jij zijt. Ja, zijt, want hier in huis zulde jij altijd blijven verder leven. Ik wou dat ik nog eens kon zeggen hoe gij dat kon zien. Dat je zult waken over ons, zoals dat je altijd deed, daar twijfelt niemand aan. We gaan hem missen, klein kozijntje. Until we meet again, ik zie nog jij. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. You, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way. Yeah, we came a long way. From where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I tell you. When I see you. Your way and the vibe is feeling stronger with small. Turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you. Laten we nu luisteren naar een paar afscheidswoorden van zijn vriendin Abdila. Matthias, mijn beste vriend, mijn liefde, mijn leven. Hoe moet ik afscheid nemen van jou? We hadden zoveel plannen. Een huisje kopen, op reis gaan. Je hechtte daar zoveel belang aan. Onze levensweg is al zo intens geweest. Maar dit is de zwaarste klop. Ik weet niet hoe ik dit ooit te boven zal komen. Maar voor de kids zal ik alles doen om te verwezenlijken wat jij ook maar was. Ik zal je liefde missen. Daar zijn helemaal geen woorden voor. De stilte is nu zo pijnlijk. Maar ik zal u blijven koesteren. In alle kleine en grote dingen die we al hebben opgebouwd. Ik zal nooit meer gaan slapen zonder de kampioenen te hebben opgezet. Maar slaap je nu maar rustig. De rust die we niet hebben zien aankomen. Ik hou van jou tot in het oneindige. Op een dag zie ik u terug in ons veld vol tulpen. Adela. Butter is on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, when the sun goes down and the band
this away. Laten we nu samen recht staan om te luisteren naar het evangelie. En we lezen het evangelie volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus al dus: eens komt de mensenzoon terug in heerlijkheid, vergezeld van alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Alle volkeren zullen voor hem bijeengebracht worden. Men zal ze in twee groepen scheiden, de ene rechts, de andere links van hem. Tot die aan zijn rechterhand zal de koning zeggen: kom, gezegende van mijn vader, neem bezit van het koninkrijk dat voor u gereed is. Want ik had honger en ik heb mij te eten gegeven. Ik had dorst en ik heb mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en ik heb mij opgenomen. Ik was naakt en ik heb mij gekleed. Ik was ziek en ik heb mij bezocht. Ik was in de gevangenis en ik heb naar mij omgezien. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en vragen: Heer, wanneer heb je honger gezien of dorstig en heb je te eten en te drinken gegeven? Of hebben wij u ooit gezien als vreemdeling of naakt? En hebben wij u opgenomen en gekleed? We hebben ook nooit gezien dat gij ziek waart of in een gevangenis. Hoe kunnen we dan komen bezoeken? Maar de koning zal antwoorden: in waarheid, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een van deze geringsten van mijn broers, hebt gij aan mij gedaan. Beste familie van Matthias, de eerste plaats, wil ik in naam van de aanwezigen, ook in naam van deze parochiegemeenschap, samen onze christelijke deelneming aanbieden bij het afscheid van uw familielid. Er zijn reeds veel getuigenissen hier uitgesproken vandaag, toch misschien nog even een paar grondtonen van het leven van Matthias. Eigenlijk zouden we zijn leven kunnen samenvatten in één zin. Als een sterk gedreven man is Matthias door het leven gegaan. Gedreven voor zijn familie, zijn vele vrienden, voor zijn werk, ook gedreven in ontspanning. En daarom, omdat hij zo gedreven was, komt dit afscheid dat zo plots is hard aan in het leven. En ongetwijfeld voor zijn familie en zijn dierbaren. Vandaag is uiteindelijk veel spreken niet aan de orde, maar hebben we eerder de neiging om te zwijgen. En het is ook zeer zinvol dat we naast elkaar zitten in stilte en zwijgen en elkaar laten aanvoelen. Je bent niet alleen, wij staan naast u. Op zulke momenten kan inderdaad de stilte zeer sterk spreken. Een geneeskundig onderzoek heeft uitgewezen dat Matthias een natuurlijke dood gestorven is. Opnieuw moeten wij ervaren hoe broos en breekbaar elk mensenleven is. Matthias was een sterke man, echter met een zeer klein hartje. En ging door het leven ongekunsteld, rechtdoor, zijn mening lang op zijn tong. En omwille van het feit dat hij sterk en stoer was, was zijn stijl wel een beetje: kom aan, vooruit mannen. Het testament
van Matthias kunnen samenvatten door te zeggen: ik hou van kleine dingen. Ik hou van de mensen die leven rondom mij. Ik hou van de vreugde. En zo komt de vreugde ook tot mij. Ik hou van de vriendschap. En zo pluk ik sterren en is mijn dag vol zaligheid. Ik hoef niets te bezitten om van alles te genieten. Er is zoveel als ik naar kleine dingen kijk en naar kleine eenvoudige mensen. Er zijn zoveel verrassingen en zoveel wonderen die ik ontdek omdat met de ogen open en het alles ook met de ogen toe. Er ligt in alle dingen een souvenir. Dit kunnen zien, dat is levenskunst van het verborgen paradijs. De hemel moet op aarde beginnen, overal waar mensen vrienden zijn en waar de goedheid van hand tot hand met vreugde wordt doorgegeven. Mag dit voor u allen en vooral voor de familie een mooie boodschap zijn. Vriendschap, genegenheid en geborgenheid in alle eenvoud en alle eenvoud. Met een oprecht woord, met duidelijke taal aan elkaar doorgeven. In geloof dat er niets van het leven van Matthias verloren zal gaan in het hart van zijn dierbaren en ook in het hart van God, willen we vandaag dit leven in Gods handen neerleggen en samen bidden en vragen: Matthias, mogen God u zegenen en bewaren aan. Laten we nu samen luisteren naar een afscheidswoord van zijn moeder, gelezen door Marie Christine. Brief van je mama. Mijn grote beer, mijn frisse wind. Alle dagen kwam je thuis langs, soms 3 maal per dag. Het eerste wat je dan altijd zei, ken honger ze. Dan werd de ijskast geplunderd. Ofwel was het van, de muizen vallen hier dood in uw kast. Mijn crèmekes en parfums op de badkamer moesten er ook altijd aan geloven. Mijn hart is gebroken nu, vastgepakt. Je hebt toen ook nog gezegd, dat ik er goed uitzag. Ik was zo fier op jou. Zeker toen je op je eigen begon. We dachten, nu heeft hij het voor mekaar gekregen. Je was ook zo'n familiemens. Je keek altijd uit naar de familiefeestjes. Ik weet niet hoe ik dit verlies ooit kan verwerken. Want je gaat geen 3 keer meer langskomen per dag. En de ijskast blijft dicht. Jouw vingerafdrukken blijven hier voor altijd aanwezig. Ik zie je nog altijd op de hof en in huis komen. Mijn verdriet is oneindig groot. Maar ik beloof je dat we altijd goed voor ons Monake zullen zorgen. Zij is het evenbeeld van jou. Niks zal ooit meer hetzelfde zijn. Mijn frisse wind is gaan liggen. Ik zie u zo graag. Nu heeft uw kopje rust gevonden. Mijn stoere jongen, met uw hart van peperkoek, doe hierboven allemaal de groeten. Heel veel liefs van uw mama. Thank you.
Zoals reeds gezegd, Matthias had verschillende vrienden. Zo ook was hij verbonden aan een vereniging van de motters ook. Deze mensen gaan nu een paar afscheidswoorden uitspreken. Matthias, zodra de deur van ons clubhuis openging en Matthias binnenstrad, was hij, zoals wij en waarschijnlijk vele anderen van ons kenden, zeer aanwezig. Dit maakte wie hij was. Niet alleen de grote stoere met luide en harde stem, maar ook een man met een panzer aan, waarachter hij zijn emotionele, gevoelige kant in gouden hart schuilde. Als je Matthias vroeg, hoe gaat het, makker? Ça va. Hij zweeg dan even en hij zei, hoe het met mij gaat is niet zo belangrijk. Hoe gaat het met jou? Voor Matthias was het ook duidelijk. Zijn motto was alles of niets en dat in alle opzichten van zijn leven. Wij als kameraden onder elkaar zeiden ook vaak, tja, dat is de Matthias en zo kennen we hem ook. Het bericht dat wij dinsdagmiddag via ons vast ervensvatsgroep binnenkregen, sloeg als een mookhamer binnen. Onze Matthias, onze grote sterke vriend, is er opeens niet meer. Matthias, we gaan jou zo missen. Maar je blijft voor altijd in onze gedachten. En we zullen nog vaak onder genot van pintjes drinken aan jou denken. Vaarwel, makker. Gelezen door Evelien.
Matthias, mijn hart is gebroken. Ik heb pijn en verdriet terwijl ik zelf nieuws dat bestond. Vertel mij, hoe moet ik in godsnaam afscheid nemen? Jij, een van de belangrijkste mannen in mijn leven. Besef dat we lachske nooit meer zullen horen. Uw gebrul nog maar op de hof van zachtjes praten, dat kon jij niet. Wie gaat er thuis die drukte opvullen die nu zo'n leegte is geworden? De liefste onkel voor Mil en Noah en hoe zij zo verknocht waren aan u. Elke keer opnieuw. Milk, het is donker buiten. Hè? Nee, onkel Matthias, het is niet donker buiten. Hoe de Mil deze week plots zei dat niemand zo sterk is als onkel Matthias. Onkel Matthias is de Hulk. Tijdens een van ons laatste gesprekken hadden mij nog gezegd hoe graag dat je ze zag. Ik denk dat je er nooit bij stilgestaan hebt hoe graag dat jij gezien wordt. En dat is afgelopen week alleen maar duidelijker geworden. En hoe je voor nog meer verbinding zorgt in onze familie. Zo grappig en spontaan, zo luid en zo bruut. Dat zijn vislijntje op het strand te knokken. Hoe dat je in de vlindertuin in de zoo ineens klapt en roept, ik heb ze. Stoer een bink, maar die elke aflevering van de kampioenen letterlijk van buiten kennen. IJzersterk en onverwoestbaar, dat waarde jij. One life live it, je hebt geleefd. Op moeilijke momenten heb je mij gebeld. De laatste week was ze elke dag. Ik koester ze. Je hebt mij doen beloven om voor Mona te zorgen als er ooit iets overkwam. Ik beloof het opnieuw, met heel mijn hart. Een van mijn standaardvragen bij u was, heb je wat kunnen slapen? Ik zeg het voor de laatste keer hier. Slaap wel, mijn broer. Tot ooit. Ik zie u graag. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. Somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you know it hits to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in this town till I come back around. For now the day bleeds into nightfall. Yeah, you know I'm here to get me through.
van slot zal Mona nog een briefje voorlezen. Liefste papa, 1, 2, 3, weet je wat ik zie? Lichtjes hier, lichtjes daar. Ik ben klaar voor een heel nieuw jaar. Hiep, hiep, hoera, een reuze knal. 2022 is daar al heel veel mooie wensen aan alle lieve mensen. Zoen van je kapoen. Mona, 1 En als broeders en zusters van elkaar, in geloof willen we nu ook als slot het Onze Vader bidden, het gebed, waar wij uitspreken en zeggen dat wij broeders en zusters zijn van elkaar. Ook tot over de dood heen. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. En als slot gaan we nu met twee symbolen bij water in het bureau rond Matthias gaan. Vereerst met wijwater. Als gelovige uitdrukking dat Matthias is gedoopt tot eeuwig leven. Daarna met wierook als eerbetuig aan zijn lichaam, dat eenmaal teken en een werktuig is geweest van Christus, liefde en genegenheid. En laat ons als slot bidden. Heer onze God, gij zijt een God van liefde en trouw. De naam van elke mens staat geschreven in de palm van uw hand. Vandaag bidden we u voor Matthias, van wie wij het lichaam nu gaan toevertrouwen aan het graf. Laat hem voor eeuwig delen in uw liefde door Christus onze Heer. En dat hij mogen rusten in vrede.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.